Nou, ik ben een jaar of 4 geleden inmiddels voor een check-up naar de huisarts gegaan. En in die check-up die ik ieder jaar liet doen, werd ook altijd PSA-controle gedaan. PSA is een controle voor eventueel prostaattumoren. Mijn eigen huisarts ging met vakantie, had een vervanger aangesteld. Die vervanger belt mij en zegt, nou meneer Maas, er is niks aan de hand. Ik werd in september daarop door mijn vrouw gebeld. Die had een telefoontje van weer een andere vervanger. In dit geval was het een mevrouw. Maar zei, ik wil toch dat je over een maand even voor een PSA-test gaat. En toen bleek PSA ineens van 5 naar 6 te zijn verhoogd. Dus dat was een enorme hoge piek in die curve. Ik ben in verband daarmee naar de uroloog gegaan. Constateerde een agressieve tumor in de prostaat. En die heb ik laten opereren. En alles is gewoon helemaal goed gegaan. Waar ik een probleem mee heb achteraf is het feit dat de ene huisarts, in dit geval de ene vervanger en de andere vervanger, een totaal ander interpretatie geven voor het beeld, het objectieve beeld van de PSA-test. En het doorpakken van die vervangster is natuurlijk gewoon voor mij in dit geval van levensbelang geweest.